van Slingeland TV bij deze wedstrijd waar Fios Beltrum het thuis opneemt tegen Eriks uit Lievelde. Vorig jaar moesten deze twee ook al tegen elkaar en toen won Fios met 1-0 thuis. Overigens niet de enige. Bij Fios is er veel blessure leed. En daarom eigenlijk een hele andere selectie die er vandaag staat. Ook een paar schorsingen bij Fios. Beginnen een beetje rommelig. Maar Fios, degene die het spel leidt. Dit is een mooie bal. Dit is de eerste kans dan. Eriks hier en de redding van Jelle. De vervanger van Frank Oriens. Vorig jaar de eerste keeper. Momenteel ook een blessure. Eén van de vele. Hier een overtreding volgens de scheids. De vrije trap voor Eriks. Vroeg in de eerste helft. Mooie positie op zich. En die bal gaat tegen de muur aan. Dan kan er nu een counter komen voor Fios. En dit is een hele mooie actie van Tycho. En die is nu weg. Alleen heeft net niet genoeg snelheid. En dan wordt die bal over de lijn getrapt. Goed gedaan door de verdediging van Eriks. Hier de vrije trap. En de kopbal van Jurgen Wiegerink. Die net naast gaat. Fios leidt toch. In het begin van de wedstrijd. En dit is weer een mooie, mooie actie van Tycho. Die nu de bal geeft. Alleen of het schot was of een paas, weet ik niet. Maar dat was in ieder geval niet goed genoeg. Mooi lopballetje. Dan is dit de kans. En de keeper gepasseerd. Ja, dan is dit een. Beetje onterecht. Maar wel een mooi goal. En nu staan ze dus op voorsprong. Ja, dat de verdediging van Fios niet goed stond. Konden we zien. Maar toch ook heel mooi uitgespeeld door Eriks. Jurgen Wiegerink houdt altijd goed zijn lichaam erin. Doorgespeeld door Bob, alleen Jurgen werd vastgehouden. Vrije trap, Bob Groot-Kormelink. Lange bal, daar is Jurgen Wiegerink. Komt Twante Woerd nog aan. Twante Woerd en die slijt hem erin. Heel mooi gedaan, Twante Woerd. En dan is het toch weer snel 1-1. Kwartiertje gespeeld en al twee goals op het scorebord. En Fios toch weer de terechte gelijkmaker. En hier net de corner, een goede kopbal van Jurgen Wiegerink. Maar ook een goede redding van de keeper. Deze uitschap van de keeper komt niet bij een medespeler. En dat betekent dat Fios weer aan balbezit is. Jurgen Wiegerink, goed lichaam. De lange ballen Freek is ook mooi gedaan. Freek Helmers met de voorzet. Nou, dat is eerder een schot op doel. Alleen een makkie voor de keeper. Nick Tanja, die verspeelt het balbezit. Nu Eriks weer aan balbezit. En dit is een goede bal. Daar kan Romaars er net niet bij. Dan is Eriks er weer uit. Alleen wordt die bal niet meegenomen door de aanvallen van Eriks. En daardoor is Fios er nu uit. En dit is een mooie sprintactie van Freek Helmers. Nou, die wordt hier nu wel van de bal gezet. Vrije trap. Dat is een goede. Alleen die wordt klem gepakt door Jelle. Lange bal. Dit is een grote kans voor Eriks. Het schot. Ah, dat is een matig schot. Je had Eriks meer mee kunnen doen. En dan hadden ze weer die voorsprong kunnen pakken. Kan ik niet zeggen dat dat terecht was. Maar toch wel fijn een voorsprong. Freek Helmers. De kans. Ah, het is een slap balletje. Maar toch ook Fios die weer aan kansen komt. Eriks probeert het nog steeds. Fios creëert meer. De zo net. De goal gemaakt door Jurgen Wiegerink. Uit de corner kopt hij hem via de keeper in het dak van het doel. En dat betekent dat Fios nu met 2-1 leidt. Hier is Jurgen Wiegerink weer. En balletje hier.
op Tycho en die schiet hem over. Op een positie waar je bijna niet over kan schieten. Dat is toch heel jammer, want hij speelt al zo'n goede wedstrijd. Die jongeling, 17 jaar. En dat zou toch zo mooi zijn geweest. Als hij dat kon belonen met een doelpunt. Het is debuuttijd bij Fios. Want hier komt de 16-jarige linksbuiten Chico. Erik zoekt nog naar de 2-2. En dat kan hier, een prachtig schot. Maar die gaat een stuk of 3 centimeter langs de kruising. En dan zie je Jurgen Wiegbrink om het af te maken. Alleen, die zet zichzelf voor kijk door deze bal over te schieten. Dat is jammer, want dit had een mooi doelpunt kunnen zijn om de wedstrijd toch te beslissen. Dat het nu nog steeds niet is. Jurgen Wiegerings schermt goed af, maar dan zie je Freek Helmers. Die kan het dan afmaken, maar nog net een handje van de keeper. En dit is het eindsignaal van de scheidsrechter. Fios wint, meer dan verdiend met 2-1. Het had ook zomaar 4-1 kunnen zijn. Maar als we kijken naar de eerste helft, dat had ook zomaar 2-2 of misschien wel 2-3 kunnen zijn. Al met al een spannende wedstrijd. En toch de overhand aan Fios. Bedankt voor het kijken.